Ja, John, dat is toch wel een behoorlijk tikkie, denk ik. Zo in de laatste paar seconden van de wedstrijd en dan die 3-2 om de oren krijgen tegen ADO. Ja, we hebben de hele wedstrijd moeten vechten om iets te halen. En we hebben in eerste instantie, vind ik, de eerste helft gewoon prima gespeeld. Waarin we ontzettend veel kansen hebben gehad tegen een ADO wat heel defensief heeft gespeeld. Dat is een keus. En als je geen kansen creëert en je verliest, ja, dan heb je er ook niks te zoeken. Maar ik kreeg net van Kees, je kent onze videoanalist, die is er heel reëel in. Ja, die heeft 16 kansen aangevinkt, wat gewoon tot een goal had kunnen komen. Ja, dat is veel. En als je dan maar in staat bent om 2 goals te maken uit zoveel kansen, dan hebben we dat niet goed gedaan. Met Overmaat van Ramp ook nog eens een keertje een dekkingsfout bij een corner. Mag ons niet gebeuren, gebeurt ons niet vaak, maar gebeurt ons nu ook in een wedstrijd als deze. Ga je 1-0 rust, direct naar rust 2-0. Nou, dat was natuurlijk een enorme teleurstelling. En ja, dan is het nog knap dat je terugkomt met 2-2. Dan gaan we door. Want, ja, dat is even de vraag, want ik zag even het overlegmoment tussen de spelers en jullie als technische staf. Van wat gaan we doen? Gaan we doordrukken of niet? Kijk, je weet ook in deze fase van het seizoen, met een punt hadden we ook niet zo heel veel opgeschreven. Even de verliespunten achter op Feyenoord. Ja, dat klopt. Dat is altijd makkelijk achteraf. En nu hadden we misschien ook, hadden we het toch niet moeten doen. Maar je weet, je maakt 2-2 in één keer. Hè, want dat merk je ook in het stadion. Alles zat erin. Ja, dan vind ik ook dat je door moet gaan. En ADO was ook kapot, zeg maar. Alleen ze hadden nog wel een speler voorin die nog net op zijn laatste loodjes de beslissing kon brengen. En dat maakt het extra groot qua teleurstelling dat je dan hier nog met een nederlaag staat in plaats van 2-2. Maar ik denk als het 2-2 was geworden dat ik niet heel veel anders had gezegd.